Al jaren wordt er gesteggeld over het afschieten van de herten in het gebied op de grens van Zuid- en Noord-Holland. Inmiddels lopen er bijna 4000 rond. Heel wat meer dan de enkele tientallen die er jaren geleden zijn uitgezet in het gebied. Het aantal is zo enorm gegroeid omdat het hert in de waterleidingduinen geen natuurlijke vijand heeft. Bezoekers reageren verdeeld op de plannen. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik ben gek op die beesten. Ik vind het schandalig. Ik ben een ontzettend grote dierenvriend, dus ik ben het daar niet mee eens. Nou, dat vind ik niet zo erg. Ik denk dat het er veel te veel zijn hier. Maar misschien is het toch wel nodig. Want je hoeft niet echt te zoeken om de herten tegen te komen. Ze wandelen je bij wijze van spreken al bij de ingang van het gebied tegemoet. De grote hoeveelheid herten heeft veel gevolgen voor de natuur in het gebied. Als je naar de vegetatie kijkt, het lijkt hier wel een golfbaan. Het is echt een paar millimeter hoog. En als je in de bossen kijkt, je kijkt gewoon honderden meters ver. Er staan helemaal geen struiken meer onder de bossen, geen kruidlaag meer. En daar worden weer andere dieren de dupe van, zoals vlinders en bijen. Die vinden geen nectar meer. En zometeen vinden dan de vogeltjes geen voedsel meer, omdat die insecten zijn verdwenen. En zo krijg je eigenlijk een trap van effecten achter elkaar. Dus ja, de biodiversiteit, zeggen wij dan, die holt achteruit in het gebied. Dus de balans is verstoord. Daarom moeten zo'n 3000 herten van de bijna 4000 worden afgeschoten volgens de beheerder van het gebied, Waternet. Maar volgens de dierenbescherming regelt de natuur het zelf wel als er te veel dieren zijn. En inmiddels is ook uitgezocht dat juist door de hoge begrazing in het gebied andere vlinders en uniekere soorten juist wel kunnen ontstaan, waardoor de totale biodiversiteit van Nederland weer juist toeneemt. Dus voor dat gebied betekent het inderdaad dat de natuur verandert, maar wij vinden dat niet per se een negatieve verandering. De dierenbescherming vindt het verder onvoorstelbaar dat gezonde dieren worden afgeschoten. De organisatie stapt dan ook naar de rechter als de toestemming er komt om de dieren af te schieten.